Het onderzoek van het CBB om de dienstverlening efficiënter te maken zal vruchten afwerpen. Het onderzoek dat in april begon is reeds afgerond. Minister Brontosumahadje van Binnenlandse Zaken zegt dat er interessante data is voortgekomen uit dit onderzoek. Wat mij heel erg is opgevallen is dat mensen bereid zijn om een stukje van hun gegevens, om het maar zo te zeggen, aan bedrijven te geven, aan banken, aan verzekeringen, aan ziekenhuizen, zodat zij die zelf niet meer hoeven op te halen. Wij zijn bezig, ook een afrondende fase deze week, om de contracten op te sturen naar de verschillende instellingen, waar wij zeggen, oké, luister, als een klant bij jou komt, hoeft die klant niet helemaal naar ons toe te komen. Dat scheelt weer mensen in de rij staan, dat scheelt weer tijd, we gaan het voor jou doen. Dan ga je ons zoveel betalen en dat is allemaal ter efficiëntie. Dus dat was heel belangrijk en heel blij om dat te horen, want dat was bijna 70% tot 80% die dat aangaf. En wij zijn daar blij mee, zodat we kunnen voortgaan met dat project. Dat was minister Brontosumahadjo. Hij zegt dat CBB nu gegevens zal delen met instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen. Dit zal de dienstverlening naar klanten toe vergemakkelijken.